fijn jou weer even te mogen ontmoeten. Ik hoop dat je net als ons ook van jouw optreden hebt genoten, want het was fantastisch, hè? Dankjewel. Ja, ik geniet eigenlijk altijd als ik op het podium sta. Welke locatie, welk evenement, maakt mij niet uit als ik maar kan musiceren. Ik heb net een cd-voorstelling gedaan. Het hoeveelste is dat voor jou al? Ik moet even rekenen, mijn 7e album. Het is niet alleen een album, maar ook dvd erbij? Ja, klopt. We hebben vorig jaar in december de dvd opgenomen. En dan hebben we er ongeveer een jaar aan gewerkt om het echt heel erg goed te krijgen. En het resultaat is er nu. Ook tof hier om met Stratovani te werken? Ja, superleuk. Hè. Het is eigenlijk echt genieten op het podium met een orkest. Dat is echt heel erg tof om te doen. Vertel even welke twee nummers heb je al gebracht in het eerste deel. Een eigen nummer, Tussen Schelde en Leie. Ik heb dat gecomponeerd omdat ik uit Gent afkomstig ben. Twee stromen die eigenlijk mijn stad volledig doorkruisen. En dan natuurlijk Hemelsblauw van Wil Tura. Straks zei je hier in de kuszaal in Oostende, sta je nog met iemand anders op het podium. Vertel eens. Ja, dat klopt. Met Jan Keizer. Eigenlijk een beetje toevallig. Toen ze aan mij vroegen welke nummers ik op Stratovani wou doen, stond Lac de Connemara ook op mijn lijstje. En toen kreeg ik te horen dat Jan Keizer het nummer al gekozen had. Dus ik dacht, ja, oké, geen probleem. Ik doe twee andere nummers. En toen we zover waren met de repetitie, zeiden ze tegen mij van, ja, waarom speel je niet gewoon mee? En ik zei, ja, met veel plezier. Nu nog vragen aan Jan Keizer of hij dat ziet zitten. Je zag het terecht zitten, hè, Jan? Ja. Nou, ik wist in eerste instantie niet hoe de klank was van een elektrische harp. En dat heb ik gehoord. En dat duurde niet lang. Ik was meteen verslagen, zeg maar. Van de prachtige klank. En het geeft het liedje iets extra's. Het geeft meer dynamiek en het is heel apart. Je hebt al plannen gemaakt ondertussen, Jan? Nou, we hebben elkaar net in de auto een liedje laten horen. En ja, het zou hartstikke leuk zijn als we dat zouden kunnen doen. En wanneer ik in de toekomst, dat heb ik er nog niet eens gezegd, maar dat ga ik er zeker vragen. En dat kan ik nu eigenlijk nu van meteen vragen. Ik denk wanneer ik vandaag morgen een keer een liedje heb die een bepaalde sfeer heeft, nodig heeft, die speciale, specifieke harpsfeer, dan ga ik je benaderen om te spelen op een melodietje. En ik hoop dat je dat gaat doen dan. Ja, onmiddellijk, tuurlijk. En als ik in de toekomst een leuke gastvedet wil in mijn show, dan ga ik jou zeker vragen. Nou, dat zou ik ook leuk vinden. Kijk. Voilà, tof. Vlaanderen en Nederland samen? Ja, zeker weten. Dus hier een heel toffe, we hebben eigenlijk heel toffe dagen hier gehad. Met alle artiesten, het klikte onmiddellijk. Heel fijne sfeer. Ja, goede sfeer. Het is natuurlijk niet zo dat ik kom niet elke dag in België. Maar je ontmoet mensen die het vak begrijpen en die ontzettend leuk zijn gewoon. En het is een heel mooi team om samen met elkaar een mooie show te maken. En dat is belangrijk. We horen nog van jullie. Zeker weten. Absoluut.